Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik praat misschien een beetje raar, want ik heb die bleekstrips in. Het is vandaag vrijdag. Ik heb straks echt een superleuke afspraak waar ik al best wel lang op wacht. Waar ik misschien over een tijdje wat over ga zeggen. Ik weet nog niet of ik het ga doen, maar waarschijnlijk wel. Ik heb net een lekker ontbijtje gescoord. Ik heb lekker een broodje gezond gehaald. Ga ik zo lekker mijn auto opeten, want ik heb nog genoeg tijd en dan rij ik door. Het is trouwens echt zulke baggen weer. Het is echt rot weer gewoon vandaag. En ik vlieg gewoon bijna weg. In ieder geval, ik ga lekker mijn broodje opeten en dan ga ik door naar mijn afspraak. Ik heb vanavond een verjaardag. Dus dan, ik heb verder niet echt een planning of zo vandaag. Ik heb vandaag alleen nog een verjaardag. En dan ga ik samen met Nessie mee heen, dus daar heb ik ook wel zin in. Trouwens, vandaag geen nepwimpers en dan zie ik ook echt gelijk aan mijn hoofd, hè. Zo anders zonder nepwimpers. Ik heb een broodje gezond besteld zonder ham. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Ik ga hier echt van genieten. Oké. Kennen jullie dat jullie echt zoveel verwachtingen hebben van de afspraak en uiteindelijk gewoon diehard teleurgesteld worden? Dat heb ik vandaag. Ik ben echt teleurgesteld. Ik had heel wat anders verwacht van... Dit is trouwens een privéafspraak, niks zakelijks of zo, hè. Ik had er heel wat anders van verwacht en ik ben gewoon diehard teleurgesteld. Ik heb met Nessie ook heel erg boos opgebracht. Oh mijn god. Ja, ik weet niet. Soms gaan dingen gewoon niet hoe jij dat hebt gepland, weet je wel. Ik heb het al zo lang geleden al gepland. En ja, het gesprek ging echt goed hoor, maar het is gewoon anders dan dat ik had verwacht. Nou ja, ik ga nu lekker naar huis rijden. En Nessie is al thuis. Even lekker samen chillen op de bank. Ik ga even lekker iets drinken, iets warms. Super koud buiten, het regent de hele tijd. En daarna gaan wij ons lekker klaarmaken. En dan gaan we naar de verjaardag van Fanny. Dat is voor nu de planning. Oké, Nessie is Netflix aan het kijken. Ik ga deze fles met water even opdrinken, want ik moet weer goed water drinken. En Nessie heeft een cadeautje gehaald van Fanny. Ik laat je even zien wat erin zit. Hij heeft schoenen van Lacoste voor hem gekocht. Ah, wat leuk netje. Best friend goals. Ik wil ook een beste vriend die Lacoste schoenen voor me haalt. Ja, ik vind ze echt leuk. Ze zijn donkerblauw, hè? Maar op het scherm lijken ze zo'n jeans kleurtje. Echt leuk. Weet je wel wat de maat is dan? Ah, super leuk. Zo, ik was me aan het klaarmaken en ik dacht voor het geval jullie vergeten waarom mijn echte haar eruit ziet. Ik heb vandaag echt geen zin in extensions. Dit is mijn eigen haar. Het is nog steeds niet echt gegroeid, man. Wel wat meer, hè. Iets langer dan eerst. Maar nog steeds niet hoe ik het wil. Maar het is mijn eigen haar, jongens. En het is nog niet volledig opgedroogd, dus eigenlijk wordt hij nog iets dikker. En ik vind het ook gewoon mooi, hoor. Ja, Nessie, lekker. Doortrekken. Oh, je zomaar op mijn winst laat. Eeuw. Zullen we maar echt doen? Oké, dit is mijn outfit. Mijn blazertje aan van Misguided. Broek weet ik niet meer. Hakken. Fucking simpel. En mijn echte haar, hè Nes? Mooi hoor. Mooi hoor. Love it. Gewoon simpel. En Nes gaat gewoon een trainingspak. Wij zitten lekker in de auto. En we zijn lekker een ijsje halen. Zo. Oké. Mijn is al op. Oh, is dat al op? Echt snel. Mijn is nog niet op. Lekker ijsje halen, we zijn nu onderweg naar de verjaardag. Lijkt wel een kindje naar de verjaardag. We gaan precies niks doen. Nessie? Is dit voor jouw vlog? Ja. Yeah. Hey, ik ben de eerste keer in je vlog. Yay! Westside! Oké, we zitten hier lekker op de bank. Saranda is naar Alena aan het kijken op haar mobiel. En de mannen zijn PlayStation aan het kijken. Ik moet echt weer wennen aan mijn haar, man. Wat dat dier, nee, vandaag zonder haar. Ja, dat voel je meteen, hè. Zo raar. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ga lekker sucuk met ei maken. Ik vind het wel zo lekker, hè. Het is echt een van mijn lievelingsontbijt. Dit is eigenlijk echt mijn lievelingsontbijt. Allah, shalom, hello. Morning, het is vandaag. Het is vandaag zondag. Ik heb vanochtend Nessie afgezet bij Rotterdam Airport. Want hij gaat
naar Budapest. Hij dacht dat hij naar Praag ging, maar hij gaat naar Budapest. Trouwens weer voor dezelfde campagne met Transavia. Vandaag echt zo slecht geslapen. Gisternacht heeft Nessie mij geappt om 4 uur in de nacht. Want hij had honger, hij kwam van de optreden. En hij zei van, heb je nog wat thuis liggen? Dus ik ging voor hem nog koken. Ik had eigenlijk niks thuis, dus ik ging gewoon met zoek maken om 4 uur in de nacht, jongens. En toen heb ik brood nog geroosterd voor hem en nog een beetje sla erbij. En toen was hij happy. Dat was op zich niet eens heel erg, maar toen gingen we slapen. En meneertje ging keihard snurken. Hij was natuurlijk fucking moe van de hele dag werken. En hij ging keihard snurken. Dus ik dacht, oh shit, wat moet ik nou doen? Ik kan hem niet wakker maken. Ik dacht, ik ga er gewoon doorheen slapen. Maar het lukte niet. En op een gegeven moment ging hij mij ook nog trappen met zijn benen. En op eens was zijn hand in mijn mond en hij begon rare geluiden te maken. Als dacht ik, oh nee, het wordt hem gewoon echt niet gewoon. Dus toen ben ik gewoon op de bank gaan slapen. En hij heeft me vanochtend wakker gemaakt en... Auw. Ik ben helemaal aan het stoppen met filmen, want mijn hand doet echt pijn. Ik heb het even zo neergezet, want het werkte net echt voor geen meter. Ik heb de sessie vanochtend afgezet op Rotterdam Airport. Ik heb vandaag alleen geslapen. En ja, ik heb daarna een beetje geslapen. Ik heb toen een beetje toen alleen ontbeten. En heb ik afgesproken met Esme. We gaan lekker bij Happy Italy eten. Ik heb even gedoucht. Ik zeg laatst echt heel vaak dat ik gedoucht heb. Maar ik maak geen grap, jongens. De laatste tijd douche ik gewoon 3 keer op een dag. Dat is echt super slecht, want ik heb er echt een super droge huid van gekregen. En ik zit me alleen maar in te smeren. Dus daar moet ik echt mee kappen. Maar ik heb dus net weer gedoucht. Ik heb mijn haren gedaan. Ik heb me omgekleed. Ik wist weer niet wat ik aan moest doen. Want het weer is echt fucked up. Het regent namelijk. En ja, ik heb daar nog gewoon geen outfitjes voor. Ik ga nu rijden naar Esme. En dan haal ik haar op. En dan gaan we naar Happy Italy. Ik zie je zo. Oh, ik let niet op de afwas hierachter. Dat moet ik toch doen. Ik heb een topje aan van de Bershka. Ik heb het vestje aan van LA Sisters. En ik heb mijn nieuwe broek aan van de Primark, jongens. Dat is een maatje 34. Dus ik ga nu dus Esme ophalen. Eerst wou ze mij ophalen, maar dan moest ik echt een kwartier langer wachten. En sorry, ik ben echt heel hongerig. Ik heb expres deze middag niet gegeten, zodat ik echt gewoon los kan gaan bij Happy Italy. Dus ja, ik kan echt niet een kwartiertje extra wachten. Dus ik ga gewoon naar haar toe en ik ga haar ophalen. En ja, yeah, that's it. Weet je wat is? Als ik honger heb, komt de monster in mij los gewoon. En dat wil je ook gewoon niet. Dus beter ga ik snel eten. Dus wij zijn nu bij Happy Italy en ik ben bij Esme. Bij de parkeerplaats. We hebben echt met moeite gewoon plek gevonden. Maar gelukkig hebben we echt een bijplek gevonden. In ieder geval, fijn dat ik net gespeeld met Ajax. En we hebben gewoon dik verloren. Tegen Ajax. Wat is er met Ajax? Tegen Ajax hebben we echt dik verloren met 4-0. Nee, 4-1. Maar gelukkig is het hier niet druk. We zijn lekker aan het eten. Het gaat gewoon bijna een fit hier. Hebben wij onze pizza gekregen. We hebben een pizza rustica eten. Dat is echt lekker. Pittig gehakt. Eet smakelijk, babe. Dankjewel. En ik heb lekker een muntheetje. Dus, moet je eerlijk zeggen, dit is echt lekker. Ik heb 3 keer aan dat ik aan het drinken ben bij Esme. Echt, hè? Hi, Fee. Ja, met chillen. We zijn ondertussen team mama aan het kijken. Angie. Kusjes. Voor mijn kusje. Voor mijn kusje. Hij kijkt gewoon echt recht in de camera, hè. Kom. Oh, zijn ogen komt recht in mijn oog. Hij stinkt een beetje, bah. Ja, met een kip. Ew, je stinky. Stinky, Kenji. Oh, heerlijk, Kenji. Massage. Oké, ik ben inmiddels thuis. En het is nu... Kijk, mijn mobiel was trouwens uitgevallen in de auto. Ja, het is nu 9:45. Eigenlijk vroeger dan ik dacht. In ieder geval, ik ben lekker op de bank. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Een glaasje water gepakt. Because I need it. Ik heb echt een droge mond gekregen. Ik kom eens weer aan het insmeren. Ik wou nog wat zeggen. Want kijk. Het is weer zo snel donker aan het worden. En weer ik veel wat. En ik heb meteen dan een dipje. En dan wil ik gewoon echt het huis niet meer uitgaan. En dan wil ik het liefst de hele dag gewoon op de bank zitten. Met de dik over me heen. Series kijken op Netflix.
En ja, ik heb gewoon geen zin meer om naar buiten te gaan. Ik heb geen zin meer ook om mezelf te fatsoeneren met dit weer gewoon. Altijd wanneer het iets kouder wordt, word ik echt weer een beetje depri of zo. Ik heb best wel een leuke dagje gehad en ik ga deze vlog denk ik ook meteen afsluiten. Ik ga zo nog even een theetje zetten. En dan ga ik denk ik Arabische tv kijken. Weet je wat echt gek was? Dat ik vroeger zeg maar thuis nooit Arabische tv wou kijken. En dat ik altijd eigenlijk verplicht mee moest kijken bij mijn ouders. En tegenwoordig, omdat ik zelf geen Arabische tv heb, zit ik gewoon via internet Arabische tv te kijken. En dan koppel ik het aan mijn tv. Zodat ik ook Arabische tv heb. Maar ik vond het echt veel leuker om naar te kijken. En ja, het is gewoon een ander soort tv. Ik vind de Nederlandse tv tegenwoordig echt boring. Gewoon. Er zijn gewoon geen tv-programma's meer. Het enige tv-programma die ik best wel oké vind is Expeditie Robinson. Maar zodra alle mensen eruit zijn die ik ken, vind ik het ook eigenlijk helemaal niet meer leuk. Ik vind het alleen maar leuk als er leuke mensen in zitten. En het seizoen waarin Faya zeg maar was, dat was echt mijn lievelingsseizoen. Daar heb ik echt gewoon tot het einde gekeken. Meestal kijk ik wel, wanneer alle mensen eruit zijn die ik leuk vind, kijk ik gewoon niet meer. En meestal gaan ze best wel snel uit. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb net een gesprek gehad met mijn boekhouder en het ging supergoed. Ik voel me vandaag echt niet lekker. Ik heb echt keelpijn. Ik heb echt keelpijn en zo. Dus ik ga lekker op mijn bank zitten. Ik ga lekker veel thee drinken. En dat is het eigenlijk. Ik zag dat ik de vlog van gisteren niet had afgesloten. Dus dat wil ik graag nog even netjes afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer. Mwah!